met Tony Bates. Zometeen hebben we hier namelijk de pre-Tony Bates, Gold Rush. En Tony Bates is een man die wij kennen van het programma Gold Rush op Discovery Channel. Mm-hmm. U bent namelijk een goudzoeker. Ja, dat bedoelen wij dus. Wij zoeken voor goud in Canada daar, ja. Want u spreekt nog wel gewoon Nederlands, want u doet dat inderdaad in Canada, in de regio Klondike, heb ik begrepen. Maar u komt eigenlijk uit Friesland. Ja, ik kom uit Friesland. Ik praat naar Fries, maak het net uit. Als die Nederlands was en het Fries was, dus ja. U kan van mij het beste Fries praten, maar u bent ooit daar naartoe gegaan naar Canada om goud te gaan zoeken of met een andere reden? Nee, waar ben ik Canada gegaan? Ik ben er eerst aan de kaimelk geweest bij boerenwerk en dan hebben we de pipeline zitten. En toen, dan jij die dingen. En toen zijn ze nou daar op Noorden, daar kun je 1000 in de week verzinnen. Zo zijn ze dat daar verzinnen. Dan krijg ik dat ik. En ik krijg een beetje meer krijgen zeker. Ik weet het net, maar. Ik snap het niet helemaal, maar u zoekt inmiddels naar goud. En daar heeft u Jan Haaienma getroffen. En Jan Haaienma is een man die houdt van paarden. Die heeft al zijn hele leven dravers gehad. En u bent hier nu op Victoria Park. Maar u gaat in Canada ook wel eens naar de drafbaan? Nee, want wij zitten daar zo in het hoge noorden. Want dan moeten we helemaal naar de andere eind van het land. En ik bedoel, dat is, dan moet je 2 dagen vliegen. Twee, 3 dagen om daar te komen. Zo, ik bedoel, we gaan daar noord heen. Nee, dat is een beetje ver. Je zit in de buurt van Dawson City. En dat is ook de reden dat Jan Haaienma zijn paard dat vandaag in de kwalificatie Dawson City Jewel heeft genoemd. Mm-hmm. U zag dat paard. Wat vindt u van zo'n paard? Well, ik weet er niks van. Het looks good. That's all. Right. Start over 12 minuten. Looks good. En u heeft een prachtige sierdeken. Deze prachtige gouden sierdeken met Gold Rush Tony Bates. We zien u zometeen terug in de winner's circle. En ik wil u hartelijk danken, meneer Bates. En tot zometeen. Oké, goed. Bedankt.